En nu met Rituals aan het praten, heb voor Scotch en Soda wat gedaan. Ik wil heel graag de agency internationaal maken. Twee ballerina's van het Nationale Ballet lanceren een modellenbureau voor dansers. Waarom gaan ze dat nou doen? Dat vraag ik aan een van hen, Pascale Parel. Die is bij mij. Pascale, van harte welkom. Hi. Waarom zijn jullie dit gaan doen? Ja, om meerdere redenen eigenlijk. Ja. Wij dansen zelf al meer dan 10 jaar bij het Nationaal Ballet. En wat veel mensen in Nederland niet weten is dat, dat in Nederland het Nationaal Ballet bij de top 5 beste gezelschappen ter wereld behoort. Net zoals Nederlands Danstheater, dat ook in Nederland een heel groot gezelschap is, is nummer 1 beste moderne gezelschap ter wereld. Ja. Dat weten vaak mensen niet. En wij zijn al zo lang, vinden wij het zonde dat al die talenten die hier in Nederland rondlopen niet gerepresenteerd worden. Er zijn namelijk bij het Nationaal Ballet zijn ze heel erg bezig natuurlijk met de kaartverkoop, met mooie producties leveren, met van alles en nog wat. Maar er is eigenlijk geen tijd om al die getalenteerde dansers ook in andere kleine werkjes, projecten uit te zetten. Dat is niet hun prioriteit, wat natuurlijk logisch is. Ja. Maar wij vonden het zonde dat er niemand was die deze dansers representeert in de hele wereld eigenlijk niet. Dus vandaar dat we dachten, het is perfect in Nederland. Wij zijn Nederlands, wij zitten in die wereld. Nederland heeft een van de beste gezelschappen ter wereld. Mm-hmm. Waarom niet hier beginnen? Je houdt even voor mijn begrip. Stel dat er een vacature is voor een positie die jij invult. Dan staan ze niet met 2 man op de stoep, geloof ik. Nee, het is minimaal 500 man. Ja, ja. En het Nationaal Ballet, er worden jaarlijks audities gehouden. En daar komen zoveel mensen op af. Mm. En de mensen die uitgenodigd worden, dat is al een heel selectief groepje. Om daar binnen te komen. Daarom hebben ze ook heel weinig Nederlandse dansers. Omdat op wereldniveau het zo hoog bekend staat. Ja. En dat weten ze vaak in Nederland niet. Dus, je noemt het de Fashion Composers Agency. Ja. Dat klinkt als een duidelijke link naar mode. Is dat ook zo? Bewust gekomen? Ja, de agency is niet alleen op mode gericht. Natuurlijk wel misschien het hoofdidee, maar we hebben dat bewust gedaan omdat we graag de dansers in iets meer commerciële werk willen neerzetten. Mm-hmm. En we ook vinden dat dat hoog nodig is, dat eigenlijk de dansers van het allerhoogste niveau, die ook een mooie kop hebben, die ook een unieke uitstraling hebben en dan nog zo getalenteerd zijn en zoveel kunnen, mm-hmm. dat die juist in de reclames met dansvideo's of editorials waar ze bewegingen in gebruiken, dat we deze dansers kunnen neerzetten. Ja. En vaak weten mensen niet of denken dat dansers misschien van het Nationaal Ballet of het Nederlands Danstheater dat niet doen. Dat ze dat niet doen, nee. Precies, dat dat te moeilijk is. Terwijl wij weten dat die dansers het hartstikke leuk vinden. Allemaal? Bijna allemaal vinden ze het leuk. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je zit in de hoek van kunst en cultuur. Ja. Dat is van oudsher niet de sector die het meest commercieel is ingesteld. Nee. Zeg ik dan maar even. Ja. Want is iedereen er blij mee? Of zijn er ook mensen in de sector die zeggen nou... Nee, eigenlijk tot nu toe hebben wij alleen maar positieve reacties ontvangen. Ook van Nationaal Ballet zelf. We hebben daar met alle directeuren gezeten. We hebben met de marketingafdeling gezeten. En ik denk dat iedereen het wel inziet dat het iets heel positiefs kan zijn. Ook voor het Nationaal Ballet. Wel is belangrijk en dat vinden wij ook. En daarom denk ik dat het heel goed is dat wij deze agency hebben opgericht. Omdat wij verstand hebben van het vak. Zodat we weten dat als dansers worden uitgezet in bepaalde producties, dat we weten dat het producties van kwaliteit zijn. En dat wij ook de overhand, niet de overhand hebben, maar dat wij wel kunnen controleren wat er de wereld in gaat. Zodat niet een fotograaf of een videomaker die heel graag een danser wil hebben, maar eigenlijk niks van dansen af weet. Mm-hmm. Uiteindelijk beeld kiest wat de wereld ingaat, wat niet van hoogste waarde is. En dat is wel een soort van afspraak die wij ook hebben gemaakt met het Nationaal Ballet. Dat mocht er echt klassiek ballet gedaan worden, dat wij wel even moeten controleren dat het niveau hoog blijft. Ik weet in het verleden dat er wel eens foto's van een topballerine uit zijn gekomen met een niet gestrekt voet, een niet gestrekte voet. En dat was een echte balletfoto. Dus ja, dat moet dan wel. In een ander soort projecten hoeft dat niet per se. Maar, Dus het is niet het meest vrijblijvende boekingsbureautje, zeg maar, waar ik aanklop. Nee, dat willen we. We willen wel een soort van niche zijn en alleen de hoogte. Is het ook geld gedreven? In die zin, zo van nou, het leven van ballerina is prachtig. Ik leef mijn droom, maar ik word er niet echt loaded en helemaal rijk van. Dus het is voor mij
ook iets om commercieel beter van te worden? Nou, het was absoluut niet onze insteek om deze agency te beginnen om te denken, nu gaan we rijk worden. Want we weten ook dat dat lastig zal zijn, omdat alle dansers die wij tot nu toe in de agency hebben, zijn allemaal buiten één om verbonden aan een gezelschap. Hmm. Dus hun prioriteit blijft het gezelschap. Ja. Maar dat is wel iets waar wij bijvoorbeeld wel tegenaan lopen. We hebben al hele mooie opdrachten moeten afzeggen, omdat de dansers niet beschikbaar zijn. Dus dat is iets wat wij over moeten nadenken om in de toekomst daar wel iets anders mee te kunnen, zodat we wel die klussen kunnen oppakken. Dus misschien moeten we meer freelancers die wel professioneel opgeleid zijn, maar misschien niet aan een gezelschap verbonden zijn, dat we meer van dat soort dansers in onze agency moeten hebben. Ja. Maar we willen in ieder geval zorgen dat het ze allemaal professioneel opgeleid zijn. Juist de schaarste is misschien wel de kracht ook. Dat ook. Je werkt zeker, wel niet. Want hoe veel eisend is die wereld waar jij in zit? Schets die eens. De balletwereld? Ja. Heel. Ik heb nu 12 jaar bij het Nationaal Ballet gedanst. Mag ik vragen hoe oud je bent? Gezien je leeftijd mag dat nog wel. Ja, tuurlijk. 29. 29. Ja. Wanneer ben je begonnen, zeg maar, op de eerste balletdingetjes? Zeg maar? Nou, ik denk dat ik mijn eerste amateur balletles op mijn 5e heb gehad. En toen ben ik naar de balletacademie gegaan op mijn 10e. Ja. Ik heb toen 3 jaar op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag gezeten. En toen ben ik overgestapt naar de school in Amsterdam. Toen ben ik op mijn 15e naar Duitsland verhuisd, omdat ik een nog betere opleiding wilde hebben. Dus ik heb op mijn 15e 2 jaar in Duitsland gewoond. En toen kreeg ik eigenlijk mijn contract al bij het Nationaal Ballet. Ik heb mijn balletopleiding, niet eens mijn diploma. Maar het rare is dat in de balletwereld, als je een diploma hebt, dat maakt helemaal niks uit. Want het gaat erom dat je een baan krijgt. En als je een baan aangeboden krijgt, dan is dat alles wat je eigenlijk altijd wilde. Dus ik ben gewoon nog jonger het gezelschap. Al gescout op basis van je talent? Ja. Wat maakt jou zo goed? Wat maakt mij zo goed? Ik heb wel eens gehoord dat ik heel breed ben in mijn repertoire. Dus dat ik en goed klassiek kan en goed het neoclassieke en het moderne. Dus denk goed inlevingsvermogen. Wat maakt het zo veel eisend? Het maakt het zoveel eisend omdat sowieso natuurlijk alle fantastische dansers ter wereld komen auditeren. Dus sowieso moet je het juiste fysiek hebben. Je moet het juiste gevoel voor dans hebben. Je moet de juiste lenigheid hebben. Je gaat eigenlijk, als je audities doet voor de balletschool, word je eigenlijk als een soort van vleeskeuring al beoordeeld. Dus ze kijken al letterlijk naar je voeten of je platvoeten hebt. Ze kijken naar je heupen of je uitgedraaid bent. Ze kijken naar je flexibiliteit, je musicaliteit. Gewoon fysiek is heel belangrijk. En dan moet je nog maar door de puberteit heen komen. Elk jaar kan je ook weer afgewezen worden. En dan moet je techniek moet natuurlijk heel hoog zijn. En dat wordt, net zoals topsport, ieder jaar beter. Dus ook al dans je een rol die je 4 jaar geleden al gedaan hebt, 4 jaar later moet je eigenlijk nog beter die rol doen om op niveau competitief te blijven. Ook dus? Ja, heel. Ja. Hey, waar haal je dan nog de tijd vandaan om te ondernemen? Nou, we zijn denk ik we zijn in februari nu net begonnen met de agency. En het heeft wel 1,5 jaar geduurd voordat het opgezet is. Omdat we dat allemaal in onze vrije tijd deden. En dat heeft gewoon even tijd gekost. Maar we vinden het allebei heel erg leuk om te doen. En het is ook een stapje voor ons naar een nieuwe toekomst. Want je doet samen met Hanna de Klein? Ja. En die toekomst die zou dan buiten de balletwereld zijn? Of? Ik ben nu net gestopt, ja. Maar dat wilde ik echt zelf. En ik wilde heel graag op een hoogtepunt stoppen. En op een punt stoppen dat ik niet gefrustreerd was. En ik had al de agency, hadden we natuurlijk al een tijdje. En ik merkte dat ik daar heel veel motivatie voor kreeg. En het ook heel leuk vond. Aha. En ik daar graag meer tijd aan wilde besteden. Aha. Er werden andere dingen wakker gemaakt in je. Ja, zeker. En is dat een normale leeftijd om te stoppen? Ik ben ietsje jonger dan gemiddeld. Ja? Ik ben ook wel jonger dan gemiddeld begonnen. Dus 12 jaar lang is, denk ik, gemiddeld voor een danser, wat een danser danst voordat hij stopt. Maar in principe was mijn contract liep tot mijn 38ste. Dus ik kon, als ik wilde, nog bijna 10 jaar lang doorgaan. Alleen, ik wilde dat echt niet. Ik wilde heel graag nog studeren. Ik wil heel graag de agency internationaal maken uiteindelijk. En, hoe moeilijk is dat stoppen? Dat is heel moeilijk. Ja, vertel eens. Ik heb sowieso al, denk ik, 5 à 6 jaar heb ik erover nagedacht. Ja. Omdat je bent gewoon 24 hours alleen maar met ballet bezig. Altijd moe. En je wordt constant, moet je presteren. En dat is natuurlijk logisch, dat weet je. Maar ik merkte gewoon dat ik daar een beetje klaar mee
was. En ik vind wel als je ergens in blijft, dus dat had ik met de balletwereld, als ik zou blijven, dan vind ik dat je er 100% voor moet gaan. Maar ik merkte dat mijn aandacht meer naar de agency trok. Dus ja, op een gegeven moment dacht ik, of ik ga nu met ballet door en nog 1000% knallen, maar dat heb ik al jaren gedaan en ja. Ik ben blij en ik heb mooie dingen mogen dansen. Maar ja, toen ik uiteindelijk heb opgezegd, mijn gesprek met mijn directeur, ik was daarvoor alleen maar aan het huilen. En afgelopen half jaar, ik heb in december opgezegd en ik wist dat in juni mijn laatste show zou zijn. Ik heb wel extra genoten het afgelopen half jaar, maar het was ook heel emotioneel, omdat ja, het is een soort van liefde. Ja. Het is echt, het voelt bijna alsof je een hele mooie relatie hebt gehad waarvan je weet dat het klaar is. En, ja. Dat je als vrienden uit elkaar moet zien te gaan. Ja. Ja, alleen ja. Dus ik ga nu straks mijn eerste voorstelling in de zaal zitten. Dus dat zal wel. Want je partner Hanna de Kleinage, hè? Ja. Die danst nog wel? Zij danst nog wel, ja. Zij gaat nu gewoon nog even door. En we met de agency hebben we afgesproken. We gaan gewoon alles proberen 50-50 te doen. Maar als het niet lukt met haar, omdat zij natuurlijk 24 hours nog aan het dansen is. Ja. Dan ga ik een stukje meer doen. Maar we gaan in ieder geval proberen om het zo goed mogelijk samen te doen. Wat we al überhaupt de afgelopen 1,5 jaar, 2 jaar gedaan hebben. Ja, heel spannende fase waar je in zit. Ja, zeker. En vertel eens, hoe gaat het nu met de agency? Als het gaat om klanten, of noem maar eens een paar. Wat voor projecten jullie gaan doen? Nou, het gaat eigenlijk verbazingwekkend goed. Want we hebben heel veel eraan gewerkt natuurlijk om die agency op te zetten. Om portfolio's voor de dansers op te bouwen. En wij zijn toen in februari gelanceerd. En we hebben eigenlijk niks gedaan aan marketing. We hebben eigenlijk alleen maar een persbericht is wel uitgegaan vanuit Nationaal Ballet ook. En wij hebben gewoon zelf persoonlijk berichtjes gestuurd. En eigenlijk tot nu toe, en omdat het ook mijn laatste half jaar bij het Nationaal Ballet was, hebben wij niet heel veel gedaan aan promotie. Omdat eigenlijk we constant een mooie opdracht al hadden. Dus we waren al flink bezig. We vinden ook zelf dat de inhoud van het product, zoals de portfolio's, nog verbeterd moeten worden. Dus daar zijn we mee bezig geweest. We hebben de opdrachten aangepakt. We hebben mooie projecten gedaan. Wel, onze eerste opdracht was voor Vogue samen met Samsung. En we hebben voor een Libanees warenhuis net wat gedaan. We zijn nu met Rituals aan het praten. We hebben voor Scotch & Soda wat gedaan. Dus eigenlijk heel goed. Mooi merk. Aangezien we helemaal niks daaraan gedaan hebben nog om het verder te promoten. En we hebben heel veel aanvragen van dansers vooral gehad over de hele wereld al. Die zich wilden. Ja. Maar we willen heel graag eerst in Nederland het goed opzetten voordat we internationaal gaan. Maar dat is wel echt het idee, omdat het er gewoon niet is, willen we gewoon nu ook snel doorpakken. Ja, zou ik ook doen. Het heeft alles in zich om internationaal uit te rollen natuurlijk. Ook steeds meer grote merken die gewoon internationaal campagnes doen. En het is natuurlijk heel handig als je overal dansen. Want hoe werkt het business-wise? Kun je uitleggen hoe dat werkt? Wat krijgt een danser? Of gaat dat per project bekeken worden? Gaat per project bekeken worden. Bijvoorbeeld voor, dat is ook, was ook een leerproces voor ons. Bijvoorbeeld editorials. Al heb je een mooi magazine als Vogue, als Harper's Bazaar. Er wordt bijna niks voor betaald. Maar dat is goed voor de promotie. Voor grote projecten zoals een Scotch & Soda. Vooral zoals een Ritual. Zoals dat Iced Tea, Limanees Warenhuis. Dat zijn grote projecten. Dus dat is wat commerciëler ook. En daar wordt wat meer voor betaald. Maar het verschilt heel erg per klant. Sommige klanten zeggen inderdaad, dit is het bedrag. Soms vragen ze aan ons wat het is en we hanteren wel een minimale dagprijs. Maar we kijken ook wel naar onze modellen. Wie is beginnend? Wie heeft al meer ervaring? Wie is al wat ouder? Wat voor moeite wordt er ingestoken? Soms, want wij bieden ook choreografie en hele producties aan. Dat willen we ook doen, omdat vaak mensen niet veel van dans afweten. Ja, Dus ja, op die manier kijken we per... Moeilijk om schaalbaar te maken op deze manier. Het is veel handwerk nog. Ja, zeker, zeker. Ja. En we leren veel, maar... Want van wie leer je het meest? Want je bent natuurlijk geen rasondernemer. Nee. Maar doordat je nou eenmaal een idee had, bij het nu in één keer. Ja. Hoe doen jullie dat? Hoe vullen jullie dat in? Nou, we gaan heel veel wel op ons eigen gevoel af. En we, op het moment dat we een mail binnenkrijgen en kijken, dan we kennen best wel veel mensen overal. Dus op zich hebben we altijd wel iemand bij de hand die even hulp kan bieden waar dat nodig is. Maar we zijn ook gewoon heel eerlijk, zijn heel open. Dus als we iets niet weten of als we iets moeten vragen, dan maken we gewoon even een telefoontje. Maar je hebt niet dat je een soort van adviesclubje hebt van een aantal rasondernemers gepokt en gemaakt? Ja, we hebben nu heel fijn, is er iemand die ons echt gaat helpen om de agency groter te maken, te promoten. Ja. Nu echt een soort van aanpakplan
verdienmodel. Ja. Dus daar, die gaat ons nu helpen. Dus we hebben wel een goed persoon. Ja. Wat is je droom de komende jaren? Waar wil je naartoe? Als jij het voor het zeggen hebt. De droom is om het dit jaar in Amsterdam helemaal gewoon... dat we behoren tot de grootste, beste modellenbureaus. Dus dat we echt wel high-end gaan. En ja, de droom is echt binnenkort, we willen dan eerst Londen en Parijs gaan doen. En dat hebben eigenlijk heel veel mensen ons al aangeraden in de modewereld. Echt naar Parijs, echt naar Londen. En dan, ja, de droom is om het uiteindelijk in ieder land, dat wij een soort van moederbedrijf zijn. En dat in ieder land een fashion composer agency is voor de beste professionele dansers. Wat ik zo interessant hier aan vind, is dat er in kunst en cultuur natuurlijk heel veel gesproken wordt over geld. Maar dan vaak negatief, hè, in de zin van het is er te weinig. Ja. Een enorm subsidiecircus en zeg maar non-commercieel geld, noem ik het maar even, wat daarin zit. Kan kunst en cultuur hiervan leren, zoals jullie dit aanpakken? Ik kan denk ik alleen voor het ballet spreken. Ik denk dat het ballet heel goed weet dat... Het ballet ietsje commerciëler maken heel goed kan werken toch voor de ticketverkoop. Ik denk dat het heel belangrijk is voor een breder publiek, voor een jonger publiek. En ik denk dat het Nationaal Ballet zelf daar ook wel mee bezig is. Maar dat vinden wij en ik denk ook het Nationaal Ballet vinden het gewoon heel belangrijk dat het niveau hoog blijft. Wat we dan ook doen. Ja. Dus ja, bijvoorbeeld bekende mensen zoals Igoné de Jong of Michaela de Prins, dat zijn bekende ballerina's nu bij ons. Die zijn door een manager erbuiten ietsje meer ingezet als nu als BN'ers zijn ze eigenlijk geworden. En ik denk dat daardoor heel veel nieuw publiek ook naar het ballet toe komt. Dus ik denk dat het heel goed, heel handig juist kan zijn. En daarom, ze begrepen ook heel goed, de directeur, artistiek directeur, begreep ook heel goed dat het heel leuk is om deze mensen in ander soort werk neer te zetten als ze dat graag willen. Ja. Want wat vaak ook gebeurt, en dat is wat wij zo zonde vonden, is dat dansers nu al helemaal in de wereld van social media, iedereen wil zichzelf zoveel mogelijk promoten. Ja. Maar vaak omdat dat niet voor ze geregeld wordt, gaat dat dan met de verkeerde fotograaf in een weiland ergens met een beetje amateurfoto's. Mm-hmm. En dan heb je de beste dansers die dus foto's van zichzelf willen en dan is er niemand die dat begeleidt. Ja, en dat schaadt eigenlijk het image van het Nationaal Ballet veel meer dan als wij als agency verstand ervan hebben en zorgen dat er goede fotografen en goede videomakers met de dansers werken. Dus ik denk dat ze goed inzien dat het, zolang de kwaliteit behouden wordt, juist alleen maar voordeel kan zijn. Mooi is dat, hoe dat bij jullie zo'n belangrijke rol speelt. En terecht, trouwens. Ja. Daardoor is het Nationaal Ballet wat het is. Ja. Tot slot, ga je zelf klussen aannemen ook? Of ben je alleen maar de bureaudirecteur? Ja. Nee, Hanna heeft al een klus zelf aangenomen. We staan allebei niet als model ingeschreven, maar... nu zeker dat ik gestopt ben, ik ga deze week nog een commercial doen. Dus wat dat betreft, hartstikke leuk. Maar dat komt vaak via andere wegen, komt dat binnen. Hmm. Dus als dat komt, hartstikke leuk. Maar, ik wens je daar heel veel succes mee. En vooral ook nog met het, misschien toch een beetje een rouwproces wat nog gaande is. Ja. En dat zal nog wel even duren om te ontwortelen, zeg maar, van je carrière. Ik wens je heel veel succes met beide. En dank je dat je mijn gast wilt. Ja, lief. Dank je wel. En dank voor het kijken naar weer een aflevering hier op CVD-TV. Wil je meer zien? Ga naar ons YouTube-kanaal en abonneer je. Voor nu, dank je wel. Hoi.